Go Champions Challenge. 5 amateurrijders uit Zweden tegen 5 uit Nederland. Oftewel 5 uit Wolvenga tegen 5 uit Zovalla. Zo is hij vernoemd. Zonder Brazil Elegance, maar Peter Wisker blijft uiteraard niet met lege handen staan. Hij zit achter Beja Kivitsov onder nummer 11 en doet dat buiten weddenschappen. €1,20. Logisch. De code voor Ziskedrat. Een fenomeen met een fenomeen maakt zo'n grote favoriet. De start valt over circa 100 meter. De start is gevallen. De paarden zijn onderweg. Adelaide Boko snelt naar de leiding, maar er zijn paarden sneller. Edine Boko aan de buitenzijde samen met Boy Summerland. Edine Boko, Boy Summerland en in eerste bocht Driedik voor Fred Handelaar en Siske de Rat. Nou zou dat bij elk ander paard een groot probleem zijn. Bij Siske de Rat moet dat te overbruggen zijn. Deelnemers gaan op weg naar de overzijde van de baan. Uit de tweede gelid een aardige start voor Amazing Boy. Die ligt al op de vierde plaats en krijgt nu 1 deelnemer aan de buitenzijde na zich. Maar ik zult begrijpen dat het voor mij niet altijd even gemakkelijk is om ze te ontwaren. Om het simpele feit dat ze niet in de gebruikelijke buizen rijden, maar in de kleuren van het land. En aan de buitenzijde. Hij heeft wel een mooie positie ingenomen. Paard nummer 2, Bokito Starlake met Kees Kramer. Paarden gaan af op einde overzijde met nog altijd de koploper van het eerste uur. En dat is Edine Boko aan kop van het veld. Edine Boko heeft nog altijd een aardige voorsprong op de tweede plaats dan Boy Summerland. En achter Boy Summerland zo te zien ook een van de Zweedse deelnemers. En dat is paard nummer 1, Adelaide Boko. Achter Adelaide Boko krijgt Bokito Starlake een geweldige koers op maat. En achter Bokito Starlake herkennen we gelukkig de gouden helm. En Siske Drat herkennen we eigenlijk ook wel. Dus ligt daar de favoriet heel mooi geplaatst. Opening 1.14.7 en de paarden gaan af op de finish met straks nog een ronde te gaan. En Edine Boko zet ook de tweede tussentijd op de klokken van 1.17.8. Edine Boko, Boy Summerland, Adelaide Boko, buitenzijde Bokito Starlake. Daarachter aan de reling Amazing Boy. Verderweg in het veld hebben we dan aan de buitenzijde Siske de Rat. En achter Siske de Rat dan de laatste paarden. A Flame Dragon, Joran Sammer en Classic Lane. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan. Komt wat reactie in het veld, want vanuit de start van het veld 8 Jaap ter Stal de tijd rijp om zijn Classic Lane in stelling te brengen. Maar ja, er komt gelijk reactie. Dus moet hij er 4 dik omheen, want daar is al Fred Handelaar. En hij gaat daar de leiding overnemen aan de buitenzijde met zijn Siske de Rat. Siske de Rat op de tweede plaats. Ja, toch een taaie noot om te kraken, die Boy Summerland. Aan de buitenzijde komt Classic Lane in de achtervolging op Siske de Rat naar de tweede plaats. Het wachten is op de aanval van Amazing Boy. En die gaat met Hans Zinnigen nu ook Driedik rond de huizen naar voren. En Amazing Boy die maakt een berensterke indruk in dat derde spoor. En nadert zo dadelijk de koploper Siske de Rat tot op 2,5 lengte. Dit is de laatste rechte lijn. Maar Fred Handelaar, hij lijkt daar toch met de handen vol te zitten. Maar die Hans Zinnigen aan de buitenzijde heeft natuurlijk een prachtkoers gereden met Amazing Boy. Die komt wel wat nader, maar niet nader genoeg om het de favoriet nog moeilijk te maken. Het wordt een Nederlands quintet, jongens. Dat is toch niet netjes als je die Zweden laat komen. Je wordt 1, 2, 3. 3, 4 en 5. Siske de Rat, Amazing Boy, Classic Lane, Bokito Starlake en daarachter Beja Kivitsov en daarachter een bataljon blauwe.
De uitslag, dames en heren, van de tweede koers is officieel gewonnen door paard nummer 6, Siske de Rat, met Fred Handelaar in 1:15.2. Tweede werd de 9 Amazing Boy, derde de 10 Classic Lane, vierde de 2 Bokito Starlake en vijfde de 11. En dat is Bea Kivitsov. 6, 9, 10, 2, 11, dat is officieel, dames en heren. En daarmee zijn we toegekomen aan de huldiging van Fred Handelaar en Siske de Rat. Hij staat vaak vooraan in die Interlands. Zo ook vandaag. Hij geeft de lijnen over aan Mariska Middelweert. Moet het even zonder mij stellen, dames en heren, in de winnaarsring. Maar na de derde koers, dat beloof ik u, ben ik er elke koers bij om de winnaars aan de tand te voelen. Deze keer doen we het eventjes vanuit de studio. Hier zijn de zoenen van Fred voor. Ja, eigenlijk omgekeerd natuurlijk ons aller Miep de hostess namens Victoria Park. Prachtige bosbloemen voor Fred Handelaar. Een schitterende beker, allemaal beschikbaar gesteld door Victoria Park. En die bloemen worden overhandigd. Ik denk, kleine meisjes worden groot door de kleindochter van Harry van der Heijden. Maar ik kan daarnaast zitten. Ferme handdruk van Harry van der Heijden voor onze nationale trots, Fred Handelaar. Hij heeft een prachtkoers gereden met Siske de Rat. Geweldig paard. Als jong paard natuurlijk al geweldig en eigenlijk elk jaar beter geworden. Complimenten dus ook aan de stal van Bas Krebas en de visie van Nettle Racing. Ook vandaag zet Siske de Rat met de handen vol een tijd neer van 1:15.2. Fred geeft zijn ereprijzen en zweep eventjes af om zo dadelijk met de bloemen de ereronde te verzorgen als Siske de Rat zich weer bij hem meldt. 4 jaar, een bruine ruin van Castleton Bas uit Keetje Tippel. Wat is dat toch ook een prachtige fokmerrie. Gewokt door de familie Van der Oort, Nettle Racing de eigenaar, Bas Krebas de trainer, Fred Handelaar de winnende pieker. Fred Handelaar neemt plaats op zijn supersonische sulky. Geef ze een applaus, dames en heren, de winnaars van koers 2, de Wolvega Zolvalla Cup. De Boko Champions Challenge. Dat zijn geworden Siske de Rat, Fred Handelaar.